Aan niemand geef ik dat. Dat is echt persoonlijk. Mijn telefoonnummer ga ik zelf nooit geven aan iemand. Alleen bijvoorbeeld aan iemand dat ik ken en die vraagt dat. Ik zou ook wel eerst denken van ja, is het echt een goede vriendin dat ze er niets fout mee gaat doen. Dat ze ook het geven dat ze er niets fout mee wil doen. Maar als ze er zoiets wel mee doen van ja, ik ga dat dan doorsturen naar iedereen van mijn klas en we gaan er dat stalken van die ding, dat zou ik niet geven. Mijn ouders volgen mij op Instagram. En ze like alles. Als ze dat niet zo goed vinden, dan gaan ze dat ook zeggen. Maar ze gaan niet zeggen dat ik dat nooit meer mag doen of zo. Ze gaan gewoon hun mening geven aan mij. Dus ja. Mama is onbezorgder, omdat veel op het werk en ook al kinderen die ouder zijn en die ook al gsm hebben. En die vertellen dan iets daarover. Van ja, en dat is er al gebeurd en dat. En zo wordt mijn mama ook ongerust, wat ik echt eigenlijk niet tof vind. Omdat ze mij dan niet meer vertrouwt. En mijn papa, ja, als hij op zijn werk toekomt en ze begint daarover te babbelen, gaat hij hem daar gewoon een beetje gaan bijzitten. En hij gaat niet al zeggen als hij thuis zit. En hij mocht dat niet doen en al van die dingen. Dat zou hij hem nooit zeggen. Je gaat wel ook mijn foto's liken en al van die dingen. En ja, je gaat ook zijn mening durven zeggen, maar je gaat niets anders doen. Mijn adres heb ik nog nooit gegeven. Want ik heb dat persoonlijk ook nog niet meegemaakt. En ja, je telefoonnummer misschien wel. Want ze kunnen nu alleen maar bellen, maar je e-mail of adres of dat zou ik nooit doen. Voor Instagram kun je dat opgeven, je e-mailadres. Maar dat is misschien dan wel wat beter, want je moet dan een inlogcode hebben of zo. Ik weet niet wat dat is. En je kunt dan wel chatten op Instagram. Ze weten je e-mail niet. Dus je kunt het geven, maar je kunt het ook niet geven. Ik zou het niet geven. Meestal is dat met 4 cijfers. En nooit 1, 2, 3, 4 of zo. Je moet echt een wachtwoord doen. Bijvoorbeeld je geboortedatum of je geboortedatum omgekeerd. Dat kan allemaal, maar nooit heel gemakkelijk. Want dieven kunnen dat hebben zo toestelletjes waar dat ze dat weten. Als zo'n super gemakkelijk wachtwoord is. Maar altijd een moeilijk wachtwoord doen en tegen niemand zeggen. Ja, ik weet niet, gewoon als ik bijvoorbeeld in de zetel zit en zij gaat ook in de zetel gaan kijken, dan wil ze zo soms een keer zien wat ik aan het doen ben en of dat ik geen foute ding doe. Foute dingen wel, als er zo iemand onbekend u wil volgen en die ziet er dan allee, bijvoorbeeld redelijk goed uit, niets mis op aan te merken, dan ja, stuurt hij zo bijvoorbeeld om een keer een berichtje van wil je mijn slagsteels zien en al van die dingen. En ja, dan sommigen zeggen van ha, ja hoor, alleen bijvoorbeeld om te lachen, maar dan gaat hij echt doen. En ik vind dat dat eigenlijk niet mag gebeuren op het internet, omdat dat gewoon, daar is er te weinig controle over, vind ik. Dus ik vind dat dat niet mag. En dat er ook geen foute mensen zoiets mogen sturen, en zeker naar geen kinderen nog, van die in het eerste middelbaar of in het tweede middelbaar. Want dat gebeurt meest bij 12-jarigen, zeggen ze. En daarom is mijn mama eigenlijk nog heel bang om mij gewoon los te laten. Omdat er heel veel zeggen dat dat daardoor gebeurt, door internet, dat er vermisten zijn en al van die dingen, dat dat daardoor een beetje gebeurt. En zelfmoord, dat dat daardoor ook een beetje gebeurt soms. Doordat ze gepest worden of ja. Ja, ik vind dat wel gevaarlijk. Je moet alleen mensen toevoegen die je kent, vind ik. Want als je foute mensen gaat toevoegen. Bijvoorbeeld, ik kijk soms wel eens op Instagram van ah ja, ik heb hier een volgverzoek van iemand. Nina volgt die bijvoorbeeld. En Magali, mijn vriendin, volgen die bijvoorbeeld allemaal. Dan denk ik van ja, dat gaan geen foute mensen zijn. Maar ik wil die toch niet toevoegen. Ik wil eerst vragen aan diegene of als ze ze kent persoonlijk. Of wat de nicht zou zijn van diegene of zo. Ik ga ze ook, allee, ik ga ze niet zomaar gaan toevoegen, ook als ik ze niet ken, dan ga ik ze direct wegdoen. Gewoon omdat ik zou denken, ik wil niet met een fout ervaring, want ik weet, mijn mama zou dat ook niet tof vinden. En ik zou dat ook niet tof vinden als ik zou gepest worden op het internet, want dat zou me echt kwetsen. Niet waar dat ik zeg maar zo mijn huis helemaal ga tonen of zo, dat niet alles wordt getoond. En ik vind het ook belangrijk dat je ouders zien wat je daar allemaal op zet. Dat je geen verkeerde dingen daarop zet. Dat je er niet moet op zetten. Ik vind dat zelf ook belangrijk dat ze jou volgen. Dat ze zien wat je allemaal doet online. Ding waar dat je privacy schending geeft aan andere mensen. Dat je dat eerst een keer vraagt of dat je dat erop zou zetten.
zou mogen zetten. En als ze nee zeggen, dat snappen en waarderen hun privacy. Ik let daar heel veel op. Je kunt instellen op je Instagram en Facebook dat je dan alleen de mensen kunt zien die je echt mee bevriend bent. En op Instagram kun je dat instellen. Je kan chatten met onbekende mensen, je kan makkelijk vrienden worden met onbekende mensen. Je kan ook naar een bepaalde plek gaan waar dat je, zo je poppetje met allemaal andere poppetjes staan en dan kan je chatten. Dus ja, het is een beetje onveilig. Als er iemand zegt, ja, ik ben dezelfde leeftijd, terwijl dat die 20 jaar ouder of zo is, of 10 jaar, of ja, of het kan ook zijn, bejaarde mensen, kan dat ook gebeuren, die dat hebben, die zeggen, ja, ik ben 10 jaar of 11 jaar, of ja, rond die getallen. Daar word je dan mee vrienden, dan leer je die vals eigenlijk kennen. En dan gaat dat meer en meer opbouwen totdat hij allemaal rare dingen vraagt. En ja, dan is het tijd om te zeggen, oké, stop. Dit is niet oké meer. Ik kan geen goed wachtwoord maken. Ik heb altijd als wachtwoord, maar ik heb dat onlangs gehoord dat het eigenlijk een heel slecht wachtwoord is. Mijn eigen naam en dan 4 cijfers erachter. Ik dacht eerst, ja, die 4 cijfers, dat gaat niet makkelijk zijn. Omdat je dan constant ja, 4 verschillende cijfers totdat je het eigenlijk gokt. Maar blijkbaar is dat heel onveilig om je naam en daarna 4 of 5 nummers te hebben. Dat niemand mijn adres zou weten en niemand mijn telefoonnummer, want dan kunnen er rare dingen gebeuren. En dan weten ze mijn adres zijn en dan kunnen ze even goed eens komen naar mijn adres of naar mijn huis. En dan weten ze dat van buiten waar ik woon. En als je een privéaccount hebt, dan zijn het alleen de mensen die jij volgt en die je terugvolgen. Die kunnen de filmpjes dan alleen zien. En als je geen privéaccount hebt, of, dan kan heel de wereld het eigenlijk zien. Je hebt twee delen. Je hebt volgen. Dat zijn dan de filmpjes die je kan zien van, je, van de mensen die je volgen en die, de mensen die jij volgt. Je hebt ook voor jou. En dat is dan als je een bepaalde ja, als je bepaalde zoveel likes hebt, dan komt dat daarop. En dan zien alle andere mensen dat eigenlijk voor heel de wereld. Zo. En dan krijg je ook meer volgers. Zo. Dat er wel soms zo dingen zijn, of dat je zo foto's online zet, dan dat je denkt van, oh, ik had dat beter niet gedaan en je kunt eigenlijk wel niet meer verwijderen. Bijvoorbeeld TikTok ook, als je dan echt super gekke dingen doet, dan kun je dat gewoon echt niet meer verwijderen. Van, ja, van mijn ouders mag ik ook geen TikTok, omdat heel de wereld wel ziet en zo. Op social media, heel de wereld ziet. Als je dan ergens zo bij je huis of zo, of je huis toont, dan weten ze ook waar je woont en zo. En dat is gewoon raar. Raar, maar niet gevaarlijk toch? Behalve, ik weet het niet eens. Ja. Oké, okay, ja. Goede, laatste vraag. Niet nu, hè. Een grappige vraag. Niet nu, hè. Ook niet nu, hè. Misschien wel, dat moet je maar zelf zeggen. Denk je dat je online aan een lief kunt geraken? Nee. Ik mag ook niet met onbekende mensen uitgaan. Dus als er onbekende mensen in onze klein komen, dan gooi ik ze eruit, omdat ik dat niet mag omgaan met hinder. Ja, ik begrijp dat wel, want als dat, ja, zeg maar, rare mensen zijn die iets kunnen doen of zo, ja, dan kan dat een probleem worden. En als ik ze gewoon direct eruit zet, dan kan daar eigenlijk niets gevaarlijks gebeuren. Als je zo geen privéaccount hebt, dan kunnen mensen zo reageren en al op alles. En ja, en dat is een beetje haatreacties en al, en dat is dan niet leuk. Daarom kan je ook een privéaccount hebben. En dan kan je kiezen als dat kindje of die mens je mag volgen of niet. Ik moest ze helemaal in het begin tonen in mijn video's, maar nu niet meer. Dus dat is wel tof. Maar mijn afspraak is, ik heb een privéaccount en ik mag alleen de mensen goedkeuren dat ik ken.
Dus dat is eigenlijk de enige afspraak bij mij thuis.